We beginnen vanavond in Engeland, waar we straks een van de grootste wereldsterren van dit moment ontmoeten. Namelijk deze man, Mr. Johnny Depp himself. Goedenavond, welkom vanuit Londen. We zijn hier bij de wereldpremière van de langverwachte film Alice in Wonderland. Hier bijvoorbeeld een konijn. Hello, rabbit. Hello. I'm from the Netherlands. Hello. What's your name? German. I'm the blue rabbit. The blue rabbit. You're from Germany? Yes. Oh, you're also press? Yes. You're looking ridiculous. Really? Yeah. Yeah, me too, actually. Maar ach, dat hoort ook zo bij een film waarin niets is wat het lijkt. Regisseur Tim Burton maakte een eigenzinnige 3D-versie van het beroemde sprookje. Alice! Zie. Alice has returned to Wonderland. Find her! Help us make the world right again. But this is impossible. Only if you believe it is. Johnny Depp speelt de rol van Mad Hatter. Straks spreken we de acteur en kijken we achter de schermen bij de opnames. Maar eerst moeten we ons plekje langs de, in dit geval, groene loper veiligstellen. Als het goed is, staan we hier ergens. Het is altijd zo, in Nederland is een klein land en dan word je ergens achteraan weggezet. Hier, van de Voorzieksterren, dat zijn wij. Van achter een boom. Excuse me. Can you move that tree away? Oh, could you move this tree away? No, not really. Why? Because we're standing here, so we can't see anything. Right. Who is responsible? Kijk, ik sta dus nu achter de boom. En hier ben ik. En waar jullie nu staan, daar lopen straks die sterren. Hebben we er niks aan? Nou, dat is even afwachten. Ondertussen proberen wij het hier op te lossen. Snel weer terug naar Engeland. Welkom terug in regenachtig Londen bij de wereldpremière van Alice in Wonderland. Het boompje dat recht voor onze neus staat hebben ze nog niet kunnen weghalen. En dat gaat denk ik ook niet meer gebeuren. Dus we hopen dat we hier zo nog wat sterren kunnen aanschieten op de groene loper. Maar dat blijkt bijna onmogelijk. Vanwege de stromende regen rent iedereen naar binnen. Zoals Sharon Osbourne. Miss Osbourne, have you ever had the feeling to live in Wonderland? Have you ever lived in a kind of a wonderland yourself? My whole life is in fucking wonderland. My whole life is a fucking wonderland, zei ze. Dat kan je je met Ossie wel voorstellen, inderdaad. Eregasten Charles en Camilla zijn helemaal bang om natte voeten te krijgen en laten zich gewoon voor de deur afzetten. En dan de man voor wie we hier zijn. Ja hoor, daar is hij. Johnny Depp. Die meteen doorloopt. Mr. Depp! Johnny! En dat schijnt dus een soort van typisch Johnny Depp te zijn. Die houdt gewoon niet zo van de pers. Dus die rent over dat groene tapijt naar binnen. En ja, dan heb je het nakijken. Maar gelukkig heb ik hem gisteren al kunnen spreken. En die ontmoeting vindt plaats in het poepzieke Dorchester Hotel. Waar de gemiddelde gast minimaal een paar miljoen euro op zijn bankrekening heeft staan. In dit Wonderland voor de Rijken moeten we met 300 collega's uit de rest van de wereld eerst de persconferentie bijwonen over wat nu al de film van het jaar wordt genoemd. Not all of it. Oh no, stop. No, 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 don't do that. Hey. Oh dear. What I remember more than anything, which is I think a lot of people remember more than anything, is just the characters, how those characters stick with you for some reason. Everybody, I mean, even if people who haven't read the book know all these characters. Tot zover de persconferentie. Het was op zich al een unicum dat Johnny Depp hier vandaag aanwezig was. Want hij houdt helemaal niet van dit soort dingen. Interviews geven vindt hij verschrikkelijk. Maar hij is een beetje bijgedraaid. En heeft zelfs toegestemd om ons te woord te staan. Alleen samen met Tim Burton. Dus ik moet ze allebei tegelijkertijd gaan spreken. En daarvoor heb ik, let wel, 3 minuten de tijd gekregen. Dat is echt helemaal niks, maar we gaan het proberen. Regisseur Tim Burton en Johnny Depp maakten tot nu toe al 7 films met elkaar. De eerste was Edward Scissorhands in 1989. Daarna volgde onder andere het duistere Sweeney Todd over een moordende barbier. En natuurlijk Shaki en de chocoladefabriek. Now this is the most important room in the entire factory. Alice in Wonderland is dus hun laatste meesterwerk. En al even sinister en humoristisch als hun eerdere projecten. Johnny Depp speelt de rol van Mad Hatter, een doorgedraaide hoedemaker. It's you. Well, as you can see, we're still having tea. And it's all because I was at my special time waiting for your return. You're terribly late, you know. Naughty. Well, welcome on my show. This is the Netherlands. It's your 7th film together, 20 years of collaboration. Can you still surprise each other? Well, yeah, we have to, you know, otherwise we wouldn't work together. But in what way?
Well, I think for me, it's like from Edward Scissorhands on, it's like he's done a new character each time. So it's like you know somebody, but then you don't know them, you know, which is great. It's like that keeps you all off balance. Everything, you know, keeps it creative and new. And each time it's been something different. Yeah. What was the surprise this time? Watching Tim tackle all these different sort of arenas to get this film made. I mean, in terms of, you know, the live action, animation, 3D, green screen. You know, I mean, it was quite an enormous undertaking. And it's the first time we got to do a character with bright orange hair. I think that was the main thing. Which is really, he looks really a bit like Willy Wonka. You designed him, I understand. No, I mean, well, you know, it was like a combo platter. You made a watercolor. I had a little watercolor, and then Tim had his drawings, and we kind of talked about what he should look like. And they're always a bit dark, sinister, surreal in your films. Does it reflect your characters? Yeah, I mean, I would say I feel like I have multiple personalities, violent mood swings. Yeah, okay. Yeah, Johnny too. Check. We're both check. Heavily sedated at the moment. Check. Yeah, oh, you're in your own wonderland at this moment. Missing is the orange hair. You created your own wonderland. You have a private island, I understand. Yeah. Do you consider that to be your own wonderland? Oh, yeah. No question about it, yeah. Het heeft er alle schijn van dat Depp in zijn hoofd nog op dat tropische eiland verkeert. Of wellicht zijn de heren nog versuft van het feit dat ze ruim 3 maanden lang tegen een fluoriserende groene wand moesten aankijken tijdens de opnames van Alice in Wonderland. De decors van de film werden pas later op het computerscherm ingevuld en dat leverde werkelijk prachtige resultaten op. The green screen syndrome, what is it? Green screen takes its toll on you. It helped him because it kind of drives you nuts. And so it worked for his character. But it really exists when people are working. I think so. Yeah. I felt it. I mean, I started to go nuts. I started to feel ill. I noticed the crew was getting a bit kind of twitchy and spacey. And they have to get out. They have to literally open the door and get out for a little while. Did you ever do? Now and again. I mean, I kind of used it, you know, for the Hatter. I sort of liked it. Well, you also were wearing green lenses, so you probably couldn't tell what was green or wasn't green when it wasn't green. All men say when the borough grows and the moment say grey. Sorry, what was that? En zo zit de film vol met verbluffende staaltjes techniek. What was what? But does it take the charm of acting, the green screen? No, because, I mean, it's, again, like any kind of obstacle like that I find interesting, you know. I don't mind obstacles. I don't mind acting to tennis balls and pieces of tape. I just don't. I mean, so it's fine for me. Yeah. Because it's so absurd and because it's so surreal, it's just kind of, you know, it adds another, you know, dimension. Yeah. Thank you for letting me into your wonderland today. Thank you. Yeah, have a good day. Thank you very much. Wat een sprankelende ontmoeting, nietwaar? Terug weer naar de volgende dag, de Groene Loper in Londen, bij de première van Alice in Wonderland. Johnny! Johnny! Mr. Depp, hi! The Netherlands again. How are you? Still sedated? Nou, dat was het dus. Johnny Depp had geen zin om interviews op de green carpet hier te doen, maar we hebben in ieder geval gisteren gesproken. En zo te zien was hij weer een beetje uit zijn verdoving. Alice in Wonderland is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Ah.